Breda nu. Je weet het meteen. Stadsarchief Breda opent vandaag haar deuren voor de open dag hier achter mij. Wij van Breda nu zijn benieuwd wat hier allemaal te doen is. En daarom nemen we met u een kijkje. Waarom wordt het Stadsarchief Breda, waarom wordt het georganiseerd? Omdat we denken dat we hier heel veel mooie spullen hebben. En dat we nog steeds het idee hebben dat heel veel Bredanaars dat niet weten. Dus het idee is om dat bekend te maken. En we laten vandaag een heel klein beetje zien van wat we hebben. Er staat hier 10 kilometer archief, dus we kunnen nooit alles in één keer laten zien. Maar ja, een mooie deel van de archieven laten we hier zien. En van de foto's. Ik sta hier nu voor een hele grote foto van de Chassé-kazerne in 1939. Daar hebben wij bijvoorbeeld het negatieve van. We hebben een grote fotoverzameling. Die laten we ook vandaag voor een deel zien. Maar het belangrijkste is gewoon, wij verzamelen voor de stad. En we willen dat gewoon graag aan iedereen in de stad laten zien. Dat dat van ons allemaal hier is. En dat iedereen daar gebruik van kunt maken. Wat laten we hier vandaag allemaal zien qua foto's? Nou, wat ik hier laat zien is een achterwand met, of een fotowand met foto's uit de jaren 70 en 80. Er zijn ongeveer 80 foto's die al eerder geëxposeerd zijn bij andere exposities. En die hier staan zijn opgeslagen met nog 350 andere foto's. Maar zoveel kon ik er hier niet kwijt. Dus dit is maar een heel kleine selectie van alle foto's. En dan zijn er 385.000 die dus hier in 2007 bezorgd zijn. Via met negatief, zeg maar, en digitaal bestanden. En nou, al die foto's, 265.000 daarvan, zijn dus ook niet terug te vinden op de beeldbank van het Stadsarchief. Waarom is het belangrijk dat al het archief wordt gerestaureerd? Nou, wij zijn er eigenlijk voor de burger en het archief hoort alles in goede en toegankelijke staat aan de burgers van Breda en verder buiten, zeg maar. Nou ja, de wereld kan ook. Toegankelijk te maken en beschikbaar te stellen. En of dat nou in papieren vorm is of analoog digitaal, dat maakt niet uit. Maar we moeten wel zorgen dat het dat je er altijd bij kunt. En als je hier kijkt, dan zitten er documenten bij die zeker niet zomaar gehanteerd kunnen worden door de mensen die ons komen bezoeken in de studiezaal. Nou meneer, wat verwacht u vandaag weer van deze open dag? Wat ik verwacht van open dag? Nou ja, een veelzijdige vertoning. Uiteindelijk dat zoveel mogelijk publiek zoveel mogelijk dingen kan zien. Een grote variatie in aanbiedingen vandaag. En dat is er ook wel. Waarom doen jullie aan een open dag? Omdat we de mensen willen laten zien wat we hier in huis hebben. Zeg maar, onze nieuwe slogan is ook rijke historie gratis toegankelijk. We willen mensen laten zien dat je hier terecht kunt, dingen kunt zien. Wat we ook hopen is dat door mensen hierheen te halen, mensen ook weer bedenken van hé, ik heb op zolder ook nog wat liggen. Ik heb mijn verhaal ook nog. Want we zijn er niet alleen voor de overheidsarchieven en de grote industrieën enzovoort. We zijn er vooral ook voor heel Breda. Dus we willen ook heel graag verzamelen. Dat doen we altijd al, maar we willen juist ook gewoon wat bij mensen op zolder ligt. Zouden we graag hier naartoe halen, die verhalen, die het aanvullende verhaal van wat de mensen zelf hebben meegemaakt in Breda, daar zijn we naar op zoek. En daar hopen we ook dat we vandaag weer wat aan kunnen doen, dat mensen daar weer zeggen van ik heb ook nog wat.